Dames en heren, een hele goede avond en een hartelijk welkom hier op onze nieuwjaarsreceptie. En wat is het goed om aan het begin van het nieuwe jaar elkaar te ontmoeten. Elkaar alle goeds, voorspoed en vooral ook gezondheid toe te wensen. De aanloop naar en de viering van de jaarwisseling was intensief voor onze hulpdiensten en ook de gemeentelijke organisatie. En lokaal en ook landelijk wordt er de komende tijd ongetwijfeld nog intensief gesproken over hoe wij met elkaar oud en nieuw willen vieren en wat de samenleving hierin kan en wil tolereren. Maar vanavond hier, dames en heren, verwelkomen we samen het nieuwe jaar 2020. Ook een bijzonder jaar. Het jaar waarin we met elkaar 75 jaar vrijheid zullen vieren. Dat het een mooi en ook goed jaar mag worden, waarin we omzien naar elkaar, elkaar respecteren en ook de verschillen weten te overbruggen. Een jaar waarin we staan voor de waarden van onze samenleving. De waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vrijheid. Het denken, geloven, zeggen en doen wat je wilt zonder de anderen daarin te beledigen of te discrimineren. Of zoals Montesquieu zei, vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat. Gelijkwaardigheid. Ieder mens is evenveel waard, moet gelijkwaardig behandeld worden. En je mag zijn zoals je bent. En de waarde solidariteit. We houden rekening met elkaar. Betrokkenheid en saamhorigheid. Dat je de ander oprecht ziet als medemens waarmee je hier in Leidschendam-Voorburg samen het leven deelt. We zullen het samen moeten doen om deze waarden overeind te houden. En het zijn de verworvenheden van de strijd toen, 75 jaar geleden, voor onze vrijheid, voor onze samenleving nu. En na een periode van oorlog en bezetting is er in ons land hard gewerkt aan de wederopbouw. Dat wat verwoest was, werd weer opgebouwd. Zodat er voor iedereen een plek kwam om te wonen, om te werken en werden onder andere de voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs ontwikkeld. Het land stond weer op. Het groeide in welvaart. En door de jaren heen groeide de sociale en economische ontwikkeling, maar kon iedereen wel meekomen. Groeide het aantal inwoners, maar was er voor iedereen wel een plek. En soms had de groei een reset nodig en kenden we ook jaren van crisis in de economie, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Maar waar staan we nu? We leven nu in de tijd van grote vraagstukken, zoals onder andere personeelstekorten in de zorg, tekorten in het onderwijs, stijgende zorgkosten, de klimaat- en milieuvraagstukken, de zoektocht naar schone energie. En het is ook daarmee een tijd van onzekerheden, omdat we de antwoorden op deze vraagstukken nog onvoldoende hebben. Er zullen nieuwe antwoorden moeten komen. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt, zoals Albert Einstein zei. En als de antwoorden er nog niet zijn en nog geen richting wordt gegeven, ontstaat er onrust en zien we chaos en conflicten in de samenleving ontstaan. Juist dan kunnen de waarden van onze samenleving onder druk komen te staan en ligt polarisatie op de loer. We zien dat in protesten, we zien dat in discussies en debatten die er in de afgelopen tijd waren. En dat vraagt actie. Actie en initiatief van het openbaar bestuur en de politiek. Echter zullen we het meer dan ooit samen moeten doen.
Ook in onze gemeente Leidschendam-Voorburg hebben velen in de afgelopen 75 jaar gewerkt aan de opbouw en ontwikkeling van onze buurten, onze wijken, onze woonplaatsen Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. En het is geworden tot een prachtige en mooie plek om samen te wonen, te werken en invulling te geven aan vrije tijd. Een plek waar er aandacht is voor een mooie en veilige woonomgeving. Waar er aandacht is voor elkaar. Waar we ervoor willen zorgen dat kinderen niet in armoede opgroeien. Dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Door gebruik te maken van voorschoolse voorzieningen, van goed onderwijs. In schone en veilige en duurzame schoolgebouwen. Waar volop keuze is om van cultuur of van sport te genieten en je te ontwikkelen. Het is een plek waar we zorg willen geven aan de mensen die dat nodig hebben. Waar we ondersteuning willen geven en hulp als het zelfstandig niet mogelijk is. Waar we mensen helpen aan werk. Waar we een groene en duurzame woonplek willen zijn. En met elkaar daar ook stappen moeten zetten op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu. Het is een plek waar ruimte is voor goed ondernemerschap en waar ondernemers bijdragen aan de levendigheid van Leidschendam-Voorburg. Kortom, een plek waar iedereen welkom is en waar iedereen zich thuis voelt. En zo hebben we gebouwd en bouwen we samen aan onze gemeente, aan onze gemeenschap, daar waar we ons thuis voelen. En dat we dat samen doen, zie ik in de vele, vele activiteiten die er zijn in buurten, bij organisaties, bij instellingen, bij verenigingen. Daar op al die plekken klopt het hart van onze samenleving. Brengt het mensen bij elkaar en ondersteunen we elkaar en zien we elkaar oprecht als medemens. Het gebeurt bij de activiteiten in en voor de wijk, bij zorginstellingen of bij scholen, bij kerken, bij de voedselbank, in de sport, in de muziek en noem het maar op. En het komende jaar ga ik al die verschillende plekken opzoeken. Vele heb ik al bezocht, maar er zijn nog zoveel meer plekken om aandacht aan te geven. Om zichtbaar te maken en te laten zien waar het hart van Leidschendam-Voorburg klopt. En ik zal daar nog een mooie manier voor vinden om het ook zichtbaar te maken voor iedereen. Om te laten zien waar de waarden, vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in onze samenleving levendig zijn en worden gekoesterd. Want zo weten we ook de waarde van 75 jaar vrijheid met elkaar vast te houden. En daarmee is 2020 een bijzonder jaar. Een jaar waarin we met verschillende activiteiten de tijd van bezetting en vervolging samen herdenken. De tijd van onvrijheid. Opdat we het niet vergeten. Maar dat we ook beseffen welk groot goed vrijheid is en we kunnen vieren dat we in vrijheid mogen leven. Vrijheid delen we samen. En dat we het samen herdenken en vieren blijkt al uit diverse aanmeldingen van verschillende initiatieven en activiteiten die er zijn in onze gemeente. Zo is er eind deze maand het lichtmonument Levenslicht, dat we op verschillende plekken in onze gemeente zullen tonen. Een kunstwerk dat symbool staat voor de impact van de Holocaust. Ook komt er een expositie van de oorlogsheld George Maduro in Huizen Dorpaal. Worden er sociaal sofa's gemaakt die blijvend het verhaal van Maduro en de strijd rondom Dorpaal in de slag om de residentie zullen vertellen. Daarnaast is er nog de Vrijheidsexpress, Vrijheidsmaaltijden, Vrijheidsmuur, Vrijheidsposters, worden stolpersteinen geplaatst en is er een escape room bij Dorpaal. En vanavond ontvangt u de informatie waardoor u meer te weten kan komen wat er het komende jaar allemaal te doen is rondom 75 jaar vrijheid. En lanceren we ook straks de website hiervoor. Zo zullen we en willen we ook met elkaar 2020 tot een bijzonder jaar maken. Omdat vrijheid een groot goed is. Ik wens u allen een prachtig vrijheidsjaar toe en vier het mee.